Hallo. Hallo. Wat een toestand. Ja, hè? Hi. Karin. Dag Karin, Hallo. Ik ben Rens. Hi. Ik heb mijn snurkzak bij me. Een snurkzak? Ja, ja. Wat is dat? Dat is een slaapzak. Waarom? Waarom? Ja. Ja, dat is... ik weet niet, natuurlijk niet... we gaan met z'n tweeën in de nest slapen of... Wat we gaan doen? Ja, ja dat is natuurlijk de vraag. Maar mijn ik kan natuurlijk wel zeggen van... alles wel best. Ik ben niet zo moeilijk. Weet je, ik weet niet of ik dan mijn handen thuis kan houden. Oh god, ja, dan slaap je maar op de bank. Ja, dat bedoel ik. Lomp, hé. Echt niet normaal. Ken je dat, Leo? Lomp en onbenullig. Wie, Leo? Leo. Leo? Ja. Ja, ik ken hem wel, Leo. Lomp en onbenullig. Oh, lomp en onbenullig. Ben ik dat? Zo heet het. Moet ik een beetje als een boertje over? Of, Nee hoor. Wel als een Amsterdammer. Amsterdammer, oké. Okay. Wat zijn de kenmerken van Amsterdammer? Grote bek. Dat is alles? Duidelijk. Dat is alles? Nou ja, daar begint het toch mee. Oh, daar begint het mee, oké. Okay. Oei. Oké. Okay. Eieren moeten even laten schrikken, hè? Ja. Kijk even. Ja, ze zijn geschrokken. Ja. Met je kijk eens. Van je gezicht. Oh. Smaakt goed, hè? Mmm. Ja. Beetje smakelijk, trouwens. Ja, jij ook. Oké. Okay. Wanneer mijn nieuwe relatie officieel is, pak ik het liefst zo snel mogelijk mijn verhuisdoos in. Waar of niet waar? Niet waar. Nee. Ik ben niet gemaakt, denk ik zelf, voor het samenwonen. Niet gemaakt voor het samenwonen? Denk het niet. Nou, weet je, ik vind wel dat je op een gegeven moment daar een beetje naartoe moet. Voor de rest van je leven, dan laat de relatie. Het is vermoeiend volgens mij. Hoezo? Ja, natuurlijk. Jij zou wel voor de liefde jouw huisje opgeven. Nou, dat zou voor mij een heel moeilijk ding wezen. Ja. Hoe zou je mij voorstellen aan je kinderen? Ik zou je voorstellen als een ontzettende gezellige man. Oude man? Nee. Gezellige man. Dat je gewoon ontzettend makkelijk bent in hoe jij het allemaal doet. Ja. Dat jij je niet zo gauw druk maakt. Maar dat, je bent wel een mensenmens. Je bent wel sociaal. Ja. Nou. Dat is leuk om te horen, Karin. Ja, Karin. Je zegt dat zo ook, Karin. Wij zeggen gewoon Karin. Karin. Nee, Karin. Ik Karin. Karin. Ja. Je bent echt een vrolijke kerel. Nou, mooi te horen, Karin. Ja, toch? Bedtijd. Je komt die vrolijke Frans aan. Ja. Kijk eens wat ik voor je heb aangetrokken. Een stropdasje heb je, jong. Stropdasje. Goddelijk lichaam. Oh, echt waar. Ja. Ben je altijd gelijk uit 's ochtends? Jawel. Ja? Jawel, hoor. Oh. Ja. Morgen. Nou, super tof en die kop koffie. Kijk, krijg de collega's. De liefde is vrij.